Hoe doorbreek je je angst voor video? Welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Laura Elsman. Ik ben online videocoach voor ondernemers die meer met video willen doen en daar een fantastisch mooi bedrijf mee neer willen zetten. Ja, we gaan het in deze video hebben over je angsten doorbreken met video. Maar laten we eerst eens kijken wat eigenlijk angst is voor video. En natuurlijk ga ik je tips geven hoe je daar mogelijk overheen komt. Dus vind je dat interessant? Doe even je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we snel beginnen. Dus laten we eerst eens gaan kijken naar wat is eigenlijk angst voor video. Nou, misschien herken je deze wel. Dat je het eigenlijk gewoon heel lastig vindt om met video te beginnen. Of dat je gewoon elke keer als je een video maakt, dat je toch het gevoel hebt dat je ergens tegenaan hikt. Dat je een drempel over moet. En waar heeft dat mee te maken? Zou het te maken kunnen hebben met dat je gewoon niet zo goed weet wat je op die video gaat vertellen? En dat je gewoon een blokkade voelt in, nou, hoe bouw ik mijn verhaal op? In welke woorden vertel ik dat? En misschien ontstaat daar een soort van angst of noem het twijfel. Of misschien zijn er vragen die je hebt over je verhaal vertellen op video. Nou, dan is mijn eerste tip: maak helder voor wie je de video eigenlijk maakt. Het is natuurlijk heel belangrijk om vanuit jouw eigen expertise als ondernemer te weten van oké, dit is mijn ideale kijker, dit is mijn ideale klant. En als je voordat je begint met de video op te nemen, als je eens gewoon gaat voelen van wat is de behoefte van mijn ideale klant, als je daarop intuned en dan gaat bedenken, hey, wat heeft zij nu nodig? Het gaat hier helemaal niet om jou en tune helemaal in op jouw ideale kijker. En als je dan heel helder voor jezelf hebt gemaakt wie je ideale kijker is, bedenk dan met welk doel je de video maakt. Dus wil je bijvoorbeeld dat mensen naar je website gaan? Of bedenk van, nou, ik zou heel graag willen dat mensen iets op mijn website gaan downloaden. Stel je daarop in en verwerk dat dan ook in je video. Nou, de tweede angst voor video die ik heel vaak tegenkom in mijn Video Academy is een angst voor zichtbaarheid. En wat bedoel ik daarmee? Dat mensen het gewoon heel spannend vinden om zichzelf zo in die kijker te zetten, in de picture te brengen, in het licht te zetten. En misschien heb je wel een bepaalde gedachten in je hoofd van, ja, wie ben ik nou om zo zichtbaar te zijn? Hè, wat heb ik eigenlijk te vertellen? Wat maakt mij nou bijzonder? En ja, dat is natuurlijk wel ook een relevante angst. Want ja, als je niet goed weet waarom je eigenlijk zichtbaar wilt zijn, hè, wat jou uniek maakt, wat jou interessant maakt voor potentiële klanten, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het dan best wel kwetsbaar voelt om jezelf dan op die video's zo te laten zien. Dus mijn tip is dan ook, ga ermee aan de slag, ga schrijven. Ga visualiseren. Waarom wil ik zichtbaar zijn? Waarom is het voor mij belangrijk? Dus zorg er eerst voor dat je voor jezelf goed weet waarom je zo graag zichtbaar wilt zijn. En ga het daarna ook gewoon doen. En dat klinkt dan zo makkelijk, maar ga het maar gewoon doen. Als je die angst voor video wilt doorbreken, als je die angst op zichtbaarheid wilt doorbreken, ja, dan zal je gewoon meters moeten maken. Dus dan zou ik je adviseren om in ieder geval proefvideo's te maken om te kijken hoe het nu met je gaat. Want alle nieuwe dingen zijn spannend. Denk maar aan de eerste keer zwemmen of de eerste keer fietsen. Dan denk je ook van, wow, wat ga ik nu weer doen? Maar ook video, ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde bij. Dus ga gewoon die meters maken en ga wennen aan jezelf op video. En de derde angst voor video die je misschien herkent, is de angst voor afwijzing. Wat als mensen straks je video zien? Wat zullen ze dan van me vinden? Wat zullen ze over me denken? Hebben ze misschien een mening over mij? Of misschien hebben ze het gevoel van, oei, dit gaat over mij. En dat je eigenlijk mensen misschien gaat pijn doen. Hè? Misschien zijn ze het niet helemaal met je eens. Dat je eigenlijk toch een innerlijke angst hebt voor afwijzing van andere mensen. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een relevante angst. Want ja, je wilt natuurlijk heel graag dat jouw boodschap goed overkomt bij degene voor wie die bedoeld is. Wat ik zelf altijd als tip meegeef is durf om feedback te vragen. Durf aan relevante mensen te vragen of je verhaal bijvoorbeeld duidelijk is. Hè, komt de boodschap goed over? Is het aantrekkelijk om naar te kijken, naar te luisteren? Wat vind je ervan? Hoe het wordt verteld bijvoorbeeld? Kan je tot het einde blijven kijken? Want het is belangrijk zodat mensen tot die call to action komen. Dus zorg ervoor dat je jouw video laat zien aan relevante mensen waarvoor die bedoeld is. Heb je nou vragen over video naar aanleiding van deze video? Reageer hieronder in de opmerking. Ik ben heel benieuwd waar jouw video's over gaan en of ik je met deze video al heb geïnspireerd. En ben je benieuwd wat ik verder voor je kan betekenen? Bijvoorbeeld een gratis videotraining die ik op dit moment nog op mijn website heb staan. Ga dan gauw naar fabulousbusinessmastery.nl.
www.business.tv. Voor nu wens ik je heel veel succes en plezier bij het maken van je volgende video's. Heel graag tot de volgende keer. Ciao!